Come on now. Yeah! Wat heb je dan? Er zit meer ruimte naast als in. Maar laat ik hem nou net eens een keer steken. En dat is de opdracht die onze 8 deelnemers, bekende zeeuwen, in de komende weken gaan uitvoeren. Welkom bij Rinkrier met de Sterren. Hier zijn de deelnemers. Jos Broeke, de bekendste weerman van Zeeland en omstreken. Zo niet leuker dan Piet Paulusma, dan toch minstens een betere ringrijder. Toch, Jos? Is er ook een poedelprijs? Verwacht je die te kunnen winnen? Ik ben daar een goede kandidaat voor, denk ik. Ja! Miranda Slabber werd bekend door de titel Miss Nederland in 2004, 2005. Ik geloof ook nog een stuk van 2006. Maar zelf is ze veel trotser op het winnen van Peking Express. Miranda is helemaal klaar voor haar volgende uitdaging. Ja, het is een uitdaging en dat past eigenlijk wel bij mij. Dus ja, dan moet ik dat ook gewoon aangrijpen. Bang voor paarden? Nou, bang misschien niet echt, maar ja, wel misschien dat ik een angstig gevoel bij ze heb. Zeker omdat ik het ook niet kan controleren. Ja! Voetballer en topscorer Arjan Human is de derde deelnemer van Rinkrier met de Sterren. Een contract bij een Chinese voetbalclub ketst in het voorjaar op het laatste moment af. Sindsdien heeft hij zich daardoor intensief voor kunnen bereiden op de strijd die hem wacht. Heb je paardrijervaring? Nee, helemaal niet. Heb je ringsteekervaring? Helemaal niet. Wat verwacht je er dan van? Ja, ik ben benieuwd. Ik zie het wel. Ik vind het in ieder geval leuk om mee te doen. Dus. Ja! Marga Vermuu, geen familie, is wethouder en loco-burgemeester van Borselen. Ze heeft verkeer en vervoer in haar portefeuille. Qua geestelijke voorbereiding lijkt dat genoeg voor het rinkrieën. De praktische kant behoeft nog wat aandacht. Het zal al een hele kunst worden om op dat paard te blijven zitten, sowieso erop te komen. Dat zal een hele klus wezen, erop te blijven zitten vervolgens. Ja, en dan nog een ring steken, maar we gaan voor de pollepel. Ja! Rine Suïssa, de tattoo koning van Zeeland en een vernieuwer in de wereld van het medisch tatoeëren. Rines is veruit de lichtste van het stijl en als je over Rinkrie begint, staat zijn mond niet meer stil. Wat denk je dat de kans is dat Rine Suïssa de Rinkrie-ster van 2007 wordt? Nul. Waarom doe je daar mee? Voor het leuke. Ervaring. Heb je ervaring? Nee. Met paardrijden niet? Helemaal niks. Rinkrie niet? Helemaal niks. Ja! Twan Poppelaar, sinds 1999 gedeputeerde van Zeeland en iemand die al jaren aan het wachten was op dit ringkrieën met de sterren. Ja, ik ben eigenlijk wel een fan van ringrijden. Ik ga ook regelmatig kijken bij de wedstrijden en ja, nu heb ik de mogelijkheid om het zelf een keer te doen. Dus ja, deze kansen liet ik me niet ontglippen. Ja! Scarlett Kwekkeboom staat sinds 1993 aan het roer van een grote elektronica-bedrijf in Vlissingen-Oost en werd in 2001 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Voor Scarlett is het duidelijk wat haar opdracht is. Ik hoop dat ik op het paard blijf zitten. Heb je geen ervaring met paardrijden? Nee. En met ringsteken? Ook niet. Hoeveel kans maak je om door de eerste selectie te komen? Nou, ik denk dat de kans minimaal is, maar ik vind het verschrikkelijk leuk om mee te doen. Ja! Michael Harte, ook bekend als Heimwee Mike, voormalig leadzanger van de La Maquetta's, dichter, advocaat en columnist, een man met een heldere missie. Ik droom ooit Sinterklaas te kunnen gaan helpen, misschien dat er kinderen schieten, en ik denk zo leer ik paardrijden. Welkom deelnemers aan de strijd om de Rinkrie-ster 2007. In de komende 12 weken gaan jullie het opnemen om uiteindelijk uit te maken wie de Rinkrie-ster van Zeeland is. En om dat te bewerkstelligen gaan wij in de komende weken een trainingsprogramma doorlopen en gaan jullie het tegen elkaar opnemen. Dat trainingsprogramma wordt uiteraard verzorgd door onze trainers. Hier zijn ze. Dit zijn Helm Brouwer, Kees Langebeke en Sjaak Jansen. Uw trainers, we gaan beginnen. Deelnemers, we gaan proberen om op paard te gaan zitten. Blijf, hè? Ho! Daar gaat ik, hè? Nee. Ho, ho, ho. Oh, ja. Okay. Nou, het is net iets anders dan bij een auto, met een beriepje misschien wel. Er zit geen stuur aan. Trok je aan de linkerkant van de teugel, gaat hem vermoedelijk naar links. Rechts is rechts. Dus, en achteruit is ho. Ho, ho, niet hard. Ik ga erop naar huis, op de kaart. Ik heb zo'n happie in mijn liezen, dat willen jullie niet weten.
Ik ben een eenzame cowboy. Ringrijden is een puur Zeeuwse traditie. Dat moet ooit ergens in het verleden begonnen zijn. En wij zijn eens op onderzoek gegaan. Het ringrien is begonnen. Het zag ik een afstammeling van de ridderspelen. Die hadden harnas en die probeerden elkaar mee lansen van de paard te stoten. Als oefening, maar het was natuurlijk ook ernst, want het gebeurde ook wel eens als ze dat op leven en dood gingen. Dus die lansen, dat paard moest galopperen, want had je meer vert. Vandaar het ringrien nog steeds galopperen is, en dat is al onder de jaren zo natuurlijk. Dan had je meer vert en dan kon je meer kracht meer stoten om die ridder. Ze hebben zwakke plekjes in zijn harnas, want dat was een steile harnas. En daar kunnen ze eigenlijk niet doorheen prikken, maar dat had een paar zwakke plekken. En om daarop te oefenen, om die zwakke plekjes te raken, gingen ze op ringetjes oefenen. Nou, op een gegeven moment werden de ridders uit de tiet, die werden er niet meer. Toen nam de adel die nam dat over, meer als spelletje. Hij was een jonkvrouw, die moest ze een ringetje steken, een zijden lint. Stak je dat ringetje. Dan kon wat met die jongvrouwen, zoiets, die kreeg je dan een priestje van of iets dergelijks. Nou, en op een gegeven moment was die adel ook een heel eentje over. En de boerenstand die had het al zo'n beetje van een afstandje bekeken. En die dacht, dat is een mooi spelletje voor ons. Op een gegeven moment zitten we in de 19e eeuw. En de boeren die hebben dat als tijdsverdrief meestal op derde Pinksteren of met een kermis. Bijvoorbeeld, ik weet dat Middelburg Koukerker en met de Middelburgse kermis was traditie. Het was eigenlijk altijd net bij een feestdag. Nou, de boeren merken er sport van. En nu hebben we hier bijvoorbeeld een tekening van Soeberg. Rond 1850, racedring. En dan zie je dat er alleen de Riens over het hele plein. Daar hangen twee pijlen op, de poemers noemen we dat. Daar hangt een ringetje tussen. Ze hebben nog geen benen. En hoe verder of je nu deze kant op gaat met de geschiedenis, hoe meer of er stroomlijn in komt. In 1950 is de ZRV opgericht. Die heeft de boel eigenlijk een beetje reorganiseerd. Er kwamen mensen bij elkaar van de verschillende verenigingen. Die zeiden, het zou wel eens leuk zijn om de krachten konden meten met elkaar. En de ZRV die is ook in 1953 begonnen met chaserien. Dat is eigenlijk een hele jonge sport, of een hele jonge tak van ons, zeg maar. Drinkerien is onder de jaren oud, met chaserien nog maar van 1953. Moet je een beetje mee oppassen. Ja, hij is verkouden. Heb ik je aangestoken? Ja, ik was ook verkouden van de week. Ja, je mag een eentje draven, hoor. Dan moet je goed vasthouden aan de maan, aan die bol. Achterover moet je terug. Ik doe mijn best. Ja. Oh nee, jongens, gaan we. Nou, weer jongens. Deze hand was het. Ja? Nou, dan wordt weer een hele toe. Ja, been. 1, 2. Oh. Op het moment dat ik op Twan zat, ging het eigenlijk meteen goed. Een heel braaf paard, tweede jaar. En dat viel we mee met hem, hoor. Dat viel we mee met hem. Alleen die hakken van jou zijn zo scherp, joh. Je kunt het geloven of niet, maar dit is echt een hoogtepunt in mijn leven. Moet je dat nou eens kijken. Ringkrieën met de sterren, de eerste aflevering zit erop. Tot volgende week. Concurrentie is groot. Oh. Ai, 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 dat is niet goed. Oh.